De Lindus helpt ons om de complexiteit van het netwerk beheersbaar te houden door automatisering met het onderhoud van het netwerk, met security onderwerpen, maar ook om de betrouwbaarheid en de veiligheid van het netwerk te verbeteren. Met deze automatisering bereiken we dat vaak voorkomende taken dus niet meer door de engineers gedaan moeten worden. En hiermee maken we tijd vrij om ons bezig te houden met meer innovatie en dus versnelling van de innovatie voor onze klanten. We hebben het netwerk voorbereid op een snelle uitrol van connectiviteit. En dat hebben we op een end-to-end manier gedaan. Dus zowel voor de gebruiker die het netwerk inkomt naar de applicatielaag, dat hebben we aangepakt. De technologie maakt het mogelijk dat de diensten van T-Mobile sneller gebruikt kunnen worden door klanten of sneller worden aangepast. Dus we verkorten de doorlooptijd dat klanten kunnen gebruik maken van een geavanceerd netwerk. De samenwerking houdt in dus dat we elkaar scherp houden met nieuwe mogelijkheden, maar ook naar de bestaande mogelijkheden kijken hoe we dat slimmer en beter kunnen doen. De Lindus blijft relevant door de inzet van de allernieuwste technieken op een dusdanige manier dat we alleen maar kijken naar de diensten en dat het dus niet meer uitmaakt welk merk of welk model er precies wordt ingezet. Dus we stoppen de servicelogica in nieuwe automation tools, maar ook in tools om het netwerk proactief te beheren. Dus we managen niet doosjes, we managen echt nu diensten. De Lindus helpt ons om de netwerkautomatisering nog breder in te zetten. Daarmee nog meer producten, maar ook diensten dichter bij de klant te brengen. En deze automatisering daarmee ten volle te kunnen benutten. Ja, en het bijzondere van de manier van samenwerken is dat het op een agile manier gebeurt. Dus de dienst die centraal staat, de klantwaarde die we willen en de klantervaring die we willen brengen, staat centraal. En dat is een hele andere manier van werken dan sneller een firewall aanzetten of sneller een router aanpassen. We denken echt in een end-to-end dienst en we helpen elkaar met hoe het netwerk dan het best kan anticiperen. Niet alleen voor morgen, maar ook met de grote transformaties zoals 5G en de nieuwe mogelijkheden die dat gaat bieden.